De Tilburgse gemeenteraad is akkoord gegaan met de renovatie van het gebouw waar de Hall of Fame is gevestigd. Het pand op de spoorzone is al enkele jaren in gebruik door de organisatie, maar de renovatie is volgens directeur Frederik Teeuwis hard nodig. Het dak is enorm aan het lekken. Het lekt geluid, het lekt water, het lekt warmte. En erbarmelijk is er wel een woord wat opkomt. We moeten heel vaak dicht, omdat er of te veel water doorheen komt of het hier veel te koud is. De Hall of Fame heeft verschillende activiteiten in huis. Van de zaal waarin concerten worden gegeven tot aan het Lady Bird Skatepark. Ook daar zullen veranderingen plaats gaan vinden. De concertzaal krijgt een hogere capaciteit en het skatepark gaat van 2 hallen naar 1 grotere hal. En daarin gaan we kijken of dat we weer een nieuw uniek park kunnen gaan bouwen. Waar we eigenlijk verschillende elementen terug laten komen. Zodat we ook grote Europese wedstrijden naar hier kunnen halen. Wel zal de Hall of Fame in moeten leveren als het gaat om vierkante meters. Na de renovatie houden ze ongeveer 2/3 over van de ruimte die ze nu hebben. In die 2/3 gaan we de ruimte veel beter gebruiken. Het pand wordt gerenoveerd met als doel om ons als Hall of Fame toekomstbestendig te huisvesten, zoals het heel technisch heet. Dat betekent dat wij voor het eerst vooruit mogen kijken, dat we aan tafel zitten met de architect om dit pand, dit prachtige industriële pand, wat helemaal niet bedoeld is als skatepark of als poppodium, om dat in te richten met wat wij hier doen. Nou, dat is echt fantastisch nieuws.